Wij verzoeken u dit door ons samen zijn aan te vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 75 en daarvan nader het vierde en het zesde vers. Wij herzeggen u Psalm 75 vers 4 en 6. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God er eer, slaan der boze hoornen neer, vellen wat zijn naam bestrijdt. Maar der vrome hoorn en macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. Psalm 75, vers 4 en 6.
onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Thans vragen wij uw aandacht voor het gedeelte wat wij u uit Gods woord wensen voor te lezen. En u vindt opgetekend in Psalm 4. Wij zeggen u Psalm 4. Een psalm van David voor de op een zangmeester op de negino. Als ik roep, verhoor mij, o God mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zij beroert en zondigt niet. Spreekt in uw liederhart op uw leger en zijt stil, Sela. Of het offerande der gerechtigheid en vertrouw op den Heer. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht, uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan der tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede te samen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover. En zoeken we dan samen het aangezicht des Heeren. Heere, die in den hemel woont en troont, maar die ook laag nederziet. Ja, uw ogen doorlopen de ganse aarde. Daarbij zijt gij hartekenner en nierenproever. Dus is het voor uw heilig aangezicht niet verborgen dat wij aan de avondstond van deze dag mochten samenkomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Ja, Heere, als we uw woord een ogenblik mogen aanteren met deze omstandigheden, dat er geen haar van ons hoofd valt zonder uw goddelijke wil, ligt er zelfs in uw aanbiddelijke voorzienigheid, dat wij dit mogen ervaren. Maar nu kan het wel in uw voorzienigheid liggen, maar nu gaat het erom of dat het ook in uw gunst is. Daar is alles aan gelegen. Die gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijs. En omdat gij een God zijt die door vlakke velden rijdt, mocht het u behagen, Heer, is een vlak veld te maken tussen u en tussen ons. Zij voor het eerst op bij vernieuwing, dat door de kracht van uw dierbaar middelaarsbloed, o aanbiddelijke Heer Jezus, bergen van schuld
en heuvelen van ongerechtigheden werden uitgewist. En dat ge door dat vlakke veld nog eens mocht rijden, terwijl uw naam is, Heere der Heerschaar. Heere, het is een bange, het is een donkere tijd. En we mogen elkander wel toeroepen, gaat het u niet aan, gij die daarover de weg gaat. Want nu kunnen we het wel vaststellen dat dit alles zo is. Maar beleven we ook er wat van in onze harten? Mag het ons naar u, den Heere, uitdrijven? Zakken we in wanhoop weg? Of mogen we ermee bij u terechtkomen? O, dat zijn zulke ontzaggelijke zaken die van elkaar onderscheiden liggen. Want het een spreekt van de dood en de andere van het leven. Nu hebben we het uit uw woord gehoord dat velen zeggen. Wie zal ons het goede doen zien? Dat is de wanhoop van de dood en van de godsdienst. Maar het leven dat smeekt verheft, gij het licht uw aanschijns over ons. O Heer, dan laat er licht over het heden. En dan krijgen we ook licht in de toekomst. Dan krijgen we te zien dat alles ligt in uw lieve, milde, doorboorde middelaarshanden. Dan kan uw volk zich in u verblijden, hoe het dan ook gaan mogen. U zegt in uw woord dat uw volk tegen zichzelf mag zeggen, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, opdat uw volk zich in u zou mogen verblijden, in u hun vastigheid zouden mogen vinden en behouden door de kracht des Heilige Geestes. Maar dat zij die dat nou missen, daaruit hun armoede mochten leren kennen. En dat daaruit zonde nog eens zonde, schuld nog eens schuld en nood nog eens eerlijk nood mocht worden. Een verloren zaak in eigen ogen. Want voor de zulke is het toch hulp besteld bij een held. Ach, Heere, dat we dat eens mochten horen. Dat we dat eens mochten aanschouwen. Dat we dat eens mee mochten maken. Dat er ook in ons midden nog eens een stem gehoord werd. Al was het van een kind. Of een van onze jonge mensen, of een oudere vandaag komt, luister toe. Gij alle die de Heere vreest, dan zou ik je toch vertellen. Ondanks de donkerheid der tijden, ondanks uw oordelen op aarde, ondanks het dreigende van de toekomst, wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Want bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar gij, o lieve God, o drieënige God, gij verandert toch nooit. Gij blijft, gij evenwel blijft, tot in eeuwigheid dezelfde. O Heere, wil ons daar vanavond genadiglijk eens van onderwijzen. Dat is een ogenblik, als om de hogeschool der genade zouden mogen vertoeven. En les krijg van den Heilige Geest. Wees ook met hem die uw boodschap hoopt te brengen. En op zichzelf ziende het niet kan. Wat is hij arm? Wat is hij klein? Wat is hij nietig? Wat is hij blind? Dwaas, onwaardig. We hebben eigenlijk alles tegen. Omdat wij u verlaten hebben in ons bondshoofd Adam. Maar
nu mocht het u behagen. Door een weg die dus bij de mensen onmogelijk is, dat het nou juist mogelijk is bij u, door de dwaasheid der prediking, om uzelf te openbaren, om uzelf te verheerlijken, om uw volk te stichten, uw koninkrijk uit te breiden en alle werken des duivels te verbreken in ons hart en in ons midden, uit genade. Amen. Het tekstwoord voor vanavond vindt u opgetekend in het u voorgelezen hoofdstuk. Dat is Psalm 4 en daarvan nader het 7e vers waar we lezen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere, tot zover. Voor we echter toe overgaan daar met elkander van te spreken, zingen we eerst nog samen uit Psalm 4, vers 3 en 4. Psalm 4, vers 3 en 4. Dan zult gij recht naar de outer treden, en offer een God een rein gemoed, een offer der gerechtigheden, en zuiver reukwerk der gebeden. Betrouw op hem, want hij is goed. Daar vele twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na het angstig klaar, ons liefelijk licht, uw aanschijns daar. En wil uw rijke gunst ons bieden. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven, bij koren en morst wel lustig leven, in een overvloed verblijft. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, vers 3 en 4.
wij onze tekst aandachtig mogen lezen, dan treft ons in de eerste plaats het goddelijk karakter van Gods woord. En als ik het heb over het goddelijk karakter van Gods woord, dan bedoel ik dat den Heilige Geest op dat woord zijn eeuwigheidsstempel heeft gezet. Zijn eeuwigheidsstempel. Want onze psalm van vanavond, waar ons tekstwoord een gedeelte uit is, is door den Heilige Geest geïnspireerd door de lieflijke in de psalmen, David. En als we dan eens nagaan hoe lang het geleden is dat David dus deze psalm heeft mogen en moeten schrijven, en als onze tekst van vanavond precies in onze tijd past, dan moet ik toch zeggen, vol eerbied, we zien het wel, maar we doorgronden het niet. Neem nu de aanvang van onze tekst van vanavond tegen. Vele staten zeggen, wie zou ons het goede doen zien? Nou, dan mag ik toch vrijmoedig zeggen, deze vraag heeft in onze tijd geen onbekende klanken. Niet waar? Want immers, de hele wereld is in beroering. En dan kunnen we het wel hebben over een beetje olie wat ophoudt is te vloeien. En we kunnen het hebben over de oneenigheid hier en de strijd daar. Maar één ding staat vast. De hele wereld is in beroering. En mensen die nergens aan doen, daar horen we zelfs van. Ja, dit kon wel eens 6 tot 8 jaar duren voordat dit achter de rug is. Maar hoe is het dan achter de rug? In vrede en in welvaart? Of heeft God er dan definitief een eind aan gemaakt? Ik zou willen beginnen te vragen, sta je niet blind op een olietekort? Of op een energietekort? U mag alleen maar deze tijd zien in Bijbels licht, dan alleen ziet u het juist. En als u het anders wil zien, dan zie je het verkeerd. Ik lees in de Bijbel dat mensenhart zal bezwijken vanwege de dingen die het aardrijk zullen overkomen. En dan heb ik geen behoefte om vanavond is extra zwaar te doen. Of nou is bijzonder pessimistisch te zijn, wel nee. Maar gewoon Bijbels de werkelijkheid onder het oog te zien. En wat is die werkelijkheid? Die zijn eenvoudig. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat zegt de Heere zelf. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daar kun je van op aan. Het kan misschien enige tijd duren. Kijk eens, dat verlaten van de Heere is in de val in ons bondshoofd Adam al begonnen. En dat mag ik u gerust zeggen, er is nog nooit een sterveling geweest die plezier aan die val beleefd. Want het was een diep
rampzalige val. En terwille van die val zijn we allerhande ellende, ja zelfs de verdoemenis onderworpen geworden. Alleen merk ik in onze dagen iets bijzonders. Nee, niet de laatste dagen, maar ik kan wel zeggen de laatste tientallen jaren. Ga eens even terug in gedachten naar de laatste wereldoorlog. Ik kan me nog goed herinneren dat de kerken liepen toen vol. Want de mensen waren bang. En de mensen hadden honger. Maar wat hebben wij gedaan met de vrede die God schonk? Kijk, dan mag ik toch vrijmoedig zeggen, en dan gaan we bij onszelf beginnen. Wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. En niet alleen wij, maar onze vaderen tevens. En we hebben daarmee de God des levens, die ons nog nooit kwaad gedaan heeft, vergramd. En nou is de Heere wel langmoedig, maar er komt aan zijn geduld een eind. En dat einde beleven we. Dit is het begin van het eind. En dan lees ik, de kinderen der duisternis zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts. En als ik gewoon wereldse mensen hoort spreken over onze dagen, mensen die dus nergens aan doen, dan hoor ik duidelijk, dit kan zo niet langer blijven. Dit loopt mis. Dit gaat op een einde aan. En aan de andere kant moet ik verwonderd zijn dat ik van kerkelijke zijde er zo weinig over hoor. Het wordt zo hier en daar wel aangeroerd, maar om daar nou eens bij stil te staan, dat is toch nodig? Dat is toch een geboden zaak? Bij stilstaan, want dat is noodzakelijk. En dan laten we het eerste gedeelte van onze tekst eens even op ons inwerken. Velen die dus al deze dingen gadeslaan, een steeds groter wordende chaos, wat niet anders kan, want de Heer zegt dus, ze hebben mij verlaten, wat wijsheid zouden ze nou nog hebben? Alles stort in elkaar, omdat we het allemaal buiten God om willen doen. Ja, ook het kerkelijke leven, dat stort in elkaar, omdat we godsdienst gekregen hebben zonder God. En het christendom zonder Christus. Er wordt nog wel over de Heer Jezus gepraat, maar hij wordt niet meer verklaard. En waar blijft de eerbied? Waar blijft het nabije leven met de Heer? Waar blijft het practicale leven in een verborgen omgang met God? Waar hebben we de Heer nog in nodig? Als we achter onze tv'tjes zitten. Wat dacht u? Ik heb gezegd, de Heer is wel langmoedig, maar zijn geduld is niet eindeloos. Ik en u, we kunnen niet blijven doorgaan. Dan hoor ik die vraag stellen. Maar wie? Wie zal ons dan nu het goede nog eens doen zien? Deze vraag weer klinkt vanuit de wereld. In de eerste plaats, vanuit de grote massa, het goede. Wat ziet de wereldling nou als het goede? Wel, als ze het naar de zin hebben, maar dan ligt het uitsluitend op vleeselijk terrein.
dan kom ik zeer beslist niet verder als brood en spelen. Dat is het goede. De toenemende goddeloosheid, zedeloosheid, verwording op alle terrein. We beleven een tijd, als ik het zo eens eenvoudig mag zeggen, waarin het fatsoenlijke nog bespottelijk gemaakt wordt. En het helse, het duivelse, het minnen, het goddeloze, het meest zondige, dat wordt vereerd en verheerlijkt. De zonde is religie geworden, wordt aangebeden. Wie zou ons het goede doen zien om door te gaan op dat terrein? Nee, zeer beslist niet, want God laat niet met zich spotten. Wie zal ons het goede doen zien op kerkelijk terrein? Wie geen vreemdeling is in het kerkelijk Jeruzalem van onze dagen, die zal toch ook de verwarring en de verwording allerwege moeten waarnemen. In de meest zogenaamde rechtzinnige kringen zijn wij al zo ver afgezakt dat, ik noem een punt, een practicale kennis van avondmaalgebruik is er niet meer. Het is er niet meer. Je bent gedoopt, je hebt belijdenis gedaan, dus nu aan het avondmaal. Als je verder fatsoenlijk leeft, is er dus niets op tegen. En in de prediking en met huisbezoek, de een doet het wat brutaler, de andere wat bedekter, maar je wordt als schapen naar een slagbank gedreven, terwijl je van vader en van moeder nog gehoord hebt dat om aan het avondmaal te mogen, moet er toch wel kennis wezen van tenminste een beginsel van leven. Want ik moet het lichaam des Heren onderscheiden. Nou, weet je wat ik dan krijg? Dat Gods kinderen vergaan van honger. En die durven en die kunnen niet aan. Dan zeggen ze, ja, het is avondmaal. Ik blijf maar thuis. Want ze schreeuwen hier van binnen over de gang van zaken die ze wel waarnemen, maar waar ze in wezen niet tegenop kunnen. En als ze tegen een dominee of een kerkraadslid nog eens de hart willen uitstorten, dan worden ze in een hoek gedrukt. Dacht hij, ik ga eens luisteren wat de Heere zegt. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar de Heere zegt ook wat. Hij zegt, wat heb je met mijn schapen gedaan? Jazeker. Wat heb je met mijn schapen gedaan? Je hebt de wol wel opgegeten. Jullie zijn honden die niet wassen kunnen. Ik kan uw verbodsdagen niet meer rieken. Ik werd laatst nog eens door iemand opgebeld. Ze zei, dominee, hou u geen dankdag. Zeg, ik durf het niet. Durf het niet. Waarom dan niet? Zeg, luister eens. God laat zich niet bespotten. Zeg, is dat het biddag geweest? Dus het gaat dus over bid en dankdag voor het gewas. Komen we bij elkaar en dan vragen we of dat de Heere het werk onze handen wil zegenen, niet waar? Dus niks op tegen. Of dat hij brood wil geven voor de neter en zaad voor de zaaier. Maar als de Heere dan een overvloedige oogst geeft van groente en van fruit, dan worden duizenden tonnen van het kostelijkste voedsel wordt vernietigd. Is dat niet vreselijk ontzettend? En moeten we dan en dan? Ik durf niet.
Eerlijk, ik zou bang wezen dat de Heer me doodsloeg. We kunnen God niet voor de gek houden. Wat dacht u? Ja, wordt er dan gezegd. Maar dan een boetedag. Ja, stil eens even. Ik kan geen boete doen wanneer ik wil, hoor. Dat is een geschonken plaats van de Heer. Wat dacht u? Een echte tollenaarsgestalte. Die kun je niet maken, hoor. Die kun je alleen maar krijgen van de Heer. Vele vragen. Twijfelmoedig. Maar wie zal ons nu toch nog het goede doen zien? Nou, het is er maar na wat je onder het goed verstaat. Maar een vleeselijk goed is er niet meer te verwachten. Wij willen zo graag vleeselijke gerustheid. We willen zo graag veiligheid. We willen zo graag enige vastigheid. We willen, mag ik het in één verzamelwoord bij elkaar voegen, we willen zo graag verzekerd zijn. Maar waarom? Wat doen we met de rust? Wat doen we met de vrede? Wat doen we met de welvaart? Toch niet anders dan van God afhoreren en de Heer in het aangezicht te slaan. Nee, ben het er niet mee eens om te vragen naar naarheid. Maar wel te staan naar klaarheid. En dan zie ik, ach, ik lees het toch maar weer. Toen Jezus in vet werd, toen sloeg het achteruit. Dat wil zeggen, het heeft de verzenen tegen de Heere grotelijks verheven. Kijk maar in onze eigen gezinnen. We zijn zo rechtzinnig. Maar we hebben toch een tv in huis. Maar dominee, zit er kwaad dan in die kast? Nee, dat kwaad zit in dat hart. Maar we bekijken de hele wereld. En we hebben geen erg in die wereld van ongerechtigheid. Zomaar hoor, uit de praktijk, zomaar. Zeg nou eens, je hebt de hele avond naar dat ding zitten kijken. Ik wil de zaken bij name noemen, hoor. Al blijf u de volgende keer weg, dat geeft toch immers niet. We hebben Gods woord te brengen. Nou, dan heb je zitten kijken. Wat u gezien hebt, of dat je het goed vindt of niet, dat interesseert me dan verder niet. En dan ga je op je knietjes niet uit, dat ben je toch gewend. Wat leg je God dan wijs te maken? Schuit toch uit met een gevloek. Denk er maar, als je zo Gods naam op je lippen neemt, dan leg je te vloeken. Er is geen eerbied. Je meent het niet. En je kan je hart niet eerlijk en recht voor hem openleggen. Dat bestaat niet. En dan zo de nacht in. Ah, u zit al in een nacht die zo groot is. Dat er geen morgen stond, is te bekennen. Nee, zeker niet. Ik ga luisteren. Ik luister, lieve. Het zijn eigenlijk twee vragen. In een donkere tijd. Het is de vraag van de wereld. Het is de vraag van de godsdienst. Maar daar komt geen antwoord op. Hoort u? Merk maar op. Lees het thuis maar na. Maar dan lees ik een andere vraag. Een vraag die opkomt uit een wedergeboren hart. Een vraag uit een levende ziel. Een vraag die het niet te doen is om vleeselijke gerustheid. Om uiterlijke welvaart en om vrede. Want dat is iemand die hier nu wat gaat vragen. Die is erachter gekomen dat eigenlijk zo gevaarlijk is voor het vlees. En dan hoor ik de vraag stellen. En die vraag die legt God zelf in het hart. Mag ik het zeggen? Van de levende kerk. Verhef gij het licht. Uws aanschijns over ons. O Heer, hé. Dat is heel wat anders. Eigenlijk ligt daar het allerhoogst. En het eeuwig goed in. Mag ik daar wat dieper op doorgaan?
De dichter hoort dus al die twijfelmoedige vragen stellen. Hij neemt die onrust, die onzekerheid, die gejaagdheid, die angst voor de toekomst, neemt die waar. Het is net of dat die staat in 1973. Vindt u zelf ook niet? Dan zegt hij, ach nee. Nee. Hij voelt de leegte, de kou, de dood van die vraag. Of dat hij wil zeggen, nee mensen, nee, nee, jullie zoeken het te laag. Je zoekt het horizontaal. Je hebt in wezen jezelf maar op het toon. Nee, hier is de oplossing niet in te vinden. Dit geeft geen uiterlijke bevrediging, wat jullie onder goed verstaan. Hij zegt, weet je wat ik zou willen? En dan keert hij zich eigenlijk van de mensen af. Maak u dat nou ook mee in je leven. Dat je eigenlijk van binnenuit gedrongen wordt. Om je meer en meer van de mensen af te keren. Nee, niet omdat u beter bent. Of dat u denkt dat je het alleen weet. Nee, maar mag ik het zeggen, dan zou ik erachter willen zeggen. Die het verstaat u niet. U wordt bang. Als het ware, je krijgt het steeds benauwder, omdat je ziet, ja, het gaat fout en men ziet het niet. Het wordt niet beleefd, het wordt niet betreurd, het wordt niet beweend. En ik weet er zelf ook geen raad mee. Ik kan er niet tegenop, ik kan het niet tegenhouden, ik zou het willen veranderen. Maar intussen verteer ik van binnen van verdriet, omdat het gaat zoals het gaat. En dan? Dan komt de psalmdichter eigenlijk in die hele chaos bij de Here terecht. Want dan zegt hij zo, o Here, aan het eind van onze tekst. Ik zie hem dus in gedachten, te midden van die vele, als waar alleen overgebleven staan. Niet waar? Zegt diezelfde dichter niet in psalm 25... Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Deze dichter kan hetgeen wat hij waarneemt op het moment ook niet direct maar thuis brengen. Hij heeft ook niet direct licht over de toekomst dat het zal zus gaan en het zal zo gaan. Alleen weet hij één ding wel zeker. Dat zijn leven ligt in Gods hand en dat dat ganse leven nou door God de Almachtige bestuurd wordt. En dan heeft dat woord O Heere in de eerste plaats de betekenis van Jehovah. Dat wil zeggen verbondsgod. Weet je wat dat zeggen wil? Ik zal zijn die ik zijn zal. En dat hebben we nodig. In onze dagen bij bepaald te worden. Want dan zou, voordat het morgenochtend is, de wereld veranderen in één grote vuurzee. God blijft dezelfde. En of dat ik dat nou geloof of niet, of dat ik dat nou gevoeld of niet, dat heeft daar niets mee te maken. De Heere is die zijn zal, die eeuwig geweest is. Dat moet u eens even nagaan. En hoe heeft die God des verbonds zich nou in zijn woord geopenbaard? Moet eens even opletten. Doe ik een greep hoor. Dan ga ik zo eens in gedachten bijvoorbeeld in het boek Richter zitten lezen. En dan lees ik elke keer weer, als er in Israël geen richter was, dan deed het volk wat goed was in hun ogen. Dat wil zeggen, ieder wandelde. Weet je wat je dan kreeg, wat je vandaag en de dag zo vaak hoort? Dan zeg je, ja, ik zie het zo. Ja, als u, ja. Maar je ziet verkeerd. Want je hebt geen licht, je kan niet zien. Je denkt wat dat je ziet, maar je ziet niet. Maar je zit er helemaal naast. Je weet niet. Want we zijn, ik zie het zo,
En als hij zo wandelt, ieder deed wat goed was in zijn ogen, ging van. Mis. En kwam eens in de benauwdheid. Dan krijg je weer die angstige vraag. Maar er stond iets bij. En zij riepen tot den Heere heen. Dus ze gingen hun met hun vragen niet naar de mensen. Tot den Heere. En weet je wat ik dan elke keer weer lees? En dan word ik klein. Dan ga je als het ware van binnen smelten. Dan zeg je, Heere, wat ben u toch goed. En wat ben u toch lief. Dat de Heere het niet moe wordt. Hij wordt het eigenlijk niet beu. Want elke keer lees ik. En hij verloste hen uit al hun benauwdheden. Hoor je dat? Dat is nou de God des verbonds. Dus kan je nou begrijpen dat David, die daar in zijn leven kennis aan heeft gekregen. Niet alleen een historische kennis uit het verleden, maar ook een persoonlijke kennis uit zijn eigen leven. Neem enkel het voorval is dat hij tegen Gods willing het volk geteld heeft, verzondigd. Met Batsheba die val gemaakt. Toen ga maar verder. Maar dat elke keer weer opnieuw de Heere hem komt op te zoeken en op zijn plaats komt te brengen. En welk een kostelijke psalm is dan bijvoorbeeld psalm 51 niet. Als hij het zo kleintjes hoort, die hele grote koning David, zo kleintjes voor de Heere ligt uit te jammeren. Ai, laat uw heilige geest van mij niet scheiden, hoor je? Daar was hij zo bang van. En denk, want als ik die leiding en dat licht en dat leven des geestes mis, dan kom ik in de dood terecht. Ai, laat uw heilige geest van mij niet scheiden. En toen heeft hij in zijn leven ervaren, zo menigmaal, dat bij de Heere zijn langmoedigheden, goede tierenheden, verdraagzaamheid. En als deze man straks, dan loop ik even vooruit, om hem eigenlijk te laten zien in zijn beden van vanavond, als hij nou op zijn sterfbedje terechtkomt, weet je wat hij dan zegt? Alhoewel, mijn huis, en dat is zijn huis, zijn gezin van buiten, maar ook het huis, zijn harten van binnen, al zo niet is bij God. Dat hij zeggen wil, welke kant of dat ik nou ook neem. Neem ik me als man van mijn vrouw, als vader van mijn kinderen, als koning van mijn land. Ik ben eigenlijk op elk terrein een grote mislukkeling. Want het ligt op elk terrein verbeurd en verzondigd. Nochtans heeft hij. En dat is nou die God des verbonds, die eeuwige, onveranderlijke Jehovah, mij een vast verbond gemaakt. Hoor je, dan is er ook in deze bange tijd nog te leven. Maar, hij zegt, Heere, trouwe verbondsgod. Ja, dan moet ik nog aan wat denken hoor. Want hij zegt in Psalm 42, heeft hij het over de levende God. Ja, hij weet wel wie die bedoelt hoor. Dat is die eeuwige vader. Dat is die eeuwige zoon. En die eeuwige onveranderlijke heilige geest. Dan komt de kracht te liggen in een drieëne God. Dan zegt de apostel, en als ik nou zwak ben, dan ben ik machtig. En David is nou zwak. Maar hij ligt als een smekeling aan de troon der genade te bedelen om een beetje licht. Hoor je dat? David, Gods kind. En daarin is hij het type van Gods ganse kerk in een donkere tijd. Ligt voor het aangezicht des Heren te jammeren om wat licht. En dat is reeds een teken van licht. Weet u dat? Jazeker. Want hij komt in de eerste plaats op juiste adres terecht. En hij komt op het juiste adres terecht. Omdat God hem zoveel licht gegeven heeft.
dat hij de donkerheid van de tijden mag zien. Nou, zeg ik het ingewikkeld? Nee toch? Ik wil daarmee duidelijk maken dat het een voorrecht is. Als je mag zien hoe donker, hoe bang de tijden zijn. Maar het is een nog groter voorrecht als je met die kennisneming bij de Heere terecht mag komen. Nou, opletten. Het licht uws aanschijns van de God des verbonds. Dan denk ik aan het opgaan van de zon. Want donkerheid herinnert ons aan de nacht. En licht aan de dag. Maar hij heeft het over het verheffen. Dus als het ware over het opgaan. Of dat hij zeggen wil, Heere, we zitten in een chaos. In een zo'n donkere nacht. Wil u er dan eens licht in laten schijnen. Want ik kan u niet missen. Dan gaan we eens even kijken. Het is dus nacht en je ziet niks. Maar als dan aan de horizon, aan die verre kim, de zon opgaat. En dat licht zich gaat verspreiden. Dan ga je toch dingen zien die je voorheen niet zag. Want wat zie je in de duisternis? Ja, niks toch? Maar als er nou in diezelfde duisternis licht opgaat en dan een goddelijk licht, hij zegt het licht uws aanschijns. Dus hij heeft behoefte dat de Heere er zijn licht, weet je wat dat zeggen wil? Dus niet het licht van mijn verstand, dus niet zo zie ik het, maar zo ziet God het. En zoals God het ziet, is het. En als ik het dan vanwege de verlichting van Gods aangezicht in een goddelijk licht mag zien, dan gaat het goed. Waarom? Dan krijgen we in alles Gods hand te zien. En waarom gaat het dan zo goed? Dat zal ik u trachten duidelijk te maken. Er staat in Psalm 68, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjagen en verdoden verstrooien en smelten doen als was voor gloeiende kolen. In de eerste plaats, hij is een jaloers God op zijn Heer. En die eer geeft de Heere aan geen ander. En die ere Gods in zijn eenzijdig Godswerk, en dan heb ik het niet eens meer over de wereld, want het oordeel begint bij het huis Gods. En waar is Gods eer nou in gekrenkt? In een steeds toenemende mate van het verdorven vlees van de mens tussen de weg der zaligheid te schuiven. Want waar hoor je nog een eenzijdig Godswerk? Het wordt wel genoemd, maar het wordt niet verklaard. Want als je een eenzijdig Godswerk naar voren gaat brengen, zowel in de prediking als in de gesprekken onderling, krijg je twee dingen altijd voor je voeten geworpen. Het eerste is, dat is antinomiaans. En dat is het juist nooit. Een eenzijdig Godswerk kan niet antinomiaans wezen. Want het snijdt wel alles wat van de mens is bij de wortel af. Maar dat gaat het kleinste wat nou net van de Heeren is, als het ware bedouwen. Dat heeft nou juist de ere Gods op het oog. Alles van de mens eraan. En juist dat eenzijdig Godswerk, dan wordt zalig worden een godsdaad. Dan word ik zalig omdat de Heere het wil. Maar daar leg ik dan gelijk in opgesloten. Omdat ik het nooit heb gewild. En omdat ik het nooit zal willen. Want ik zondig mijn eigen liever dood dan tot God bekeerd te worden. En nog wat.
Dan zeggen ze ja, maar dan preek je de mens in de dode lijdelijkheid. Ja. Er is een dode lijdelijkheid, dat is waar. Maar er is ook een levende lijdelijkheid. Zoals Naomi zegt tegen Rut, zit nu stil mijn dochter. Want die man die zal niet rusten, voordat hij het ganse werk voor u voleindigd heeft. En nou zou ik toch eens eventjes met u over die zaken praten, waar God hoogelijk over vertoren. Ik geloof dat het een grote zeldzaamheid is als we nog mensen mogen ontmoeten die kennis hebben aan een geopenbaarde Christus. En weet je wat ik daarmee bedoel? Daar bedoel ik een ziel mee die van de rand van de hel is weggerukt en neergelegd. Terwijl die gewillig was om zijn eigen vonnis te ondertekenen. Denk erom, daar is hij niet verloren gegaan hoor. Maar hij dacht verloren te gaan. Maar is daar gelegd aan de voeten van het kruis. En daar zijn zijn ogen geopend voor de schoonste. Alle mensen, kinderen, ga ik een paar vragen stellen. Heb u ooit geweten, kinderlijk eenvoudig, dat de Heer Jezus zo lief was. Maar heb je ooit geweten dat zijn werk zo volmaakt was? Zo volmaakt. En nou komt het. Dat er van mij geen traan meer bij hoefde. Dat er van mij geen zucht meer bij hoefde. Dat er van mij geen enkele daad meer bij hoefde. En daar was ik zo blij mee, weet je waarom? Alles het geringste, wat er van de mens bij zou moeten, zou in de eerste plaats zalig worden onmogelijk maken hoor, denk ik ook. Maar zou vooral dat volmaakte werk van die lieve borg bederven. En nou ga ik er wat bij zeggen. Wie daar door genade is achtergekomen, die wilde niks meer bij doen ook. Dat is een levende lijdelijkheid. Nou, wat dacht je? Aan die beek der welus zitten en elk in liefde dronken worden. Maar voel je nou, als er dus weer het vlees, het kunnen van de mens wordt tussen geschoten. Hoe dan dat eenzijdige, volmaakte werk van de Heer Jezus wordt verduisterd, wordt verkracht om buiten het kruis onzalig te maken. Omdat een dominee dat misschien zegt, of dat ik dat hier of daar gelezen heb. Dan zeg ik nee, ik blijf dan maar liever alleen over. En dan enkel die nood krijgt verrekt. Hij het licht, uw zaal. Dan alsjeblieft maar over me, o Heer, opdat ik de toestanden krijg te zien in goddelijk licht dat is, dat u gaat opstaan tot de strijd. Ah, nog wat. Ik loop niet alleen over Gods eer, maar aan die eer ligt nog een andere zaak verbonden. En weet je wat die zaak is? Gods kind. Gods echte kind heeft verdriet. En heeft het benauwd. En wat denk je? Mag ik het nou eens even ruimstellen? Ruimstellen hoor. Van de kleinste af in de genade. Tot de verst gevorderde. Daar is een kind van God. Alleen die kleine weten het nog niet. Dan kom op de tijd dat de Heer het zichzelf bekend maakt. Al is het dat hij bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Goed. Die liggen te jammeren, als ik het zo eens mag zeggen, aan de troon der genade. Gods kind gaat zich meer en meer hier voelen als levende in een huilende wildernis. Ze jammeren het bij ogenblikken soms uit. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Vijanden van buiten,
vijanden van binnen. En denk je, mag ik het dan eens eenvoudig kinderlijk zeggen? Zou vader er nou niet over opstaan? Dat zijn kind van alle kanten zo benauwd en wordt bestreden en aangevochten wordt. Zou u denken dat de Heer het dan nog lang wacht, omdat Gods kind onbegrepen, aangevallen over deze, om der zonde wil vervloekte aardbodem gaat, dat ze het bij ogenblikken uitschreven, dan schreven ze, Heere, verhef gij toch alsjeblieft het licht uw aanschijns over u, dat je zal gaan zorgen voor je eigen eer. Gaat nog even dieper hoor, nog even dieper. De kerk is in wezen één, al openbaart ze zich in twee delen. Er is een strijdende kerk op aarde dus, en een triomferende kerk boven, thuis dus, hè. Maar nou lees ik zo, vanuit die triomferende kerk zijn er zielen onder het altaar. En die zeggen, o heilige God, als ik het met mij geworden is, eerbiedig mag weergeven. Wanneer komt nou de tijd dat gij u zult wreken, ons bloed, van degenen die op de aarde zijn. Niet dat er in de hemel, heb ik wel eens gezegd, een behoefte is aan wraak, want dan zou de zaligheid niet volmaakt zijn. Maar er is wel een behoefte aan de ere Gods. En nou zie ik daarin eigenlijk, we hebben het toch wel eens over gemeenschap der heiligen, gemeenschap van die triomferende kerk met die strijdende kerk hier beneden. Dat is één lichaam in wezen. En dat schreeuwt naar vereniging. En hoe benauwde die kerk het nou hier op aarde heeft. Jazeker. Daarom zou ik vanavond gerust durven zeggen. Wees maar blij als ik niet al te breed heb. Denk erom niet om de grond der zaligheid te zoeken. In onze ellende. Wel nee, dat is van mij. Maar als het licht van Gods aangezicht over de tijden die we beleven, maar ook over mijn eigen hart en leven opgaat, dat ik het krijg te zien in goddelijk licht. Weet je wat ik dan ook krijg te zien? Twee dingen. Wat het is en wat het niet is. Ja, daar moet je goed over denken hoor. Wat is het? De nabijheid des Heren. Gemeenschap met de God des verbonds. Jazeker. Dan zegt zo die dichter, zegt gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. He? Dan zijn de mensen die mogen uitkijken of dat de Heer zelf nog eens wat tegen de zeggen wil. Want dan loopt het over persoonlijke, praktikale ervaring. Contact met de God des verbonds. Dat is het. Dat is het leven van het leven. Maar ik heb ook gezegd te zien wat het niet is. En daar krijgen ze een scherp oog voor. Krijgen ze een scherp oren voor. Een scherpe neus. En een fijne smaak. Ze slikken alles niet meer. En daarom komen ze vaak zo eenzaam te zitten. En daarom komt deze bede zo kostelijk op zijn plaats. Verhef gij het licht, uw aanschijns over ons. En weet je wat je dan ook krijgt? Niet te zien alleen de hand des Heren in alle gebeurtenissen. En niet alleen wat het wel is en wat het niet is. Maar dan gaat er ook licht op over je pad. Ja, daar zal ik even op vooruit lopen. Pad. Dat wordt een stormachtig pad. Even iets aardigs vertellen. In de tijd dat er nog beurtschippers voeren, gebeurde het wel eens dat zo'n schipper ook een passagier meenam met de vracht die hij aan boord had.
En zo gebeurde het een beurtschipper die weduwnaar was. Dus geen vrouw had, maar wel een klein kind, een meisje. Van een jaar of 7, 8 misschien. En die had hij bij zich aan boord, want hij moest voor zijn kind zorgen. Maar op een zekere reis hadden ze ook een passagier aan boord. En midden in die reis, terwijl ze op het water waren, breekt er een felle storm los. Zo ontzettend dat de golven over het schip slaan en het schip geslingerd wordt. En eigenlijk dreigde te vergaan. Maar dat kind onder in dat schip blijft net zo rustig met de poppetjes spelen. En daar zit die passagier naar te kijken. Maar mag ik het zeggen, die besterft het van angst. Die denkt dat loopt helemaal mis. Dat op een gegeven moment barst hij los tegen dat kind. Dat hij zegt, hoe is het nou toch mogelijk dat jij rustig met die pop blijft spelen terwijl wij dreigen te vergaan. Die kleine zo rustig. Zeg meneer, dat ze wil zeggen, wat maak je er toch zenuwachtig over? Zeg, mijn vader heeft toch het roer in handen. Mijn vader is toch aan boord. Kijk, die kleine had zo'n eerbied en gezag. Ontzag voor de bekwaamheid van de vader. Ze denken, als mijn vader het roer in handen heeft, kan dat schip nooit vergaan. Hè? Kinderlijk geloof, maar wel beschamend. Voor we verder gaan, zingen we uit Psalm 25. Het 6e vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen? Het Allerhoogste neemt goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, het 6e vers.
waarom drukt David zich zo uit dat hij vraagt, verhef gij het licht uws aanschijns over ons, o Heere, wel? Hij zegt in een andere psalme, want Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. En dat alleen verspreidt troost in smarten. Dus hij heeft er enige ervaring in wat dat licht van Gods aangezicht in zijn leven en op zijn weg te betekenen heeft. En wat heeft dat nou eigenlijk te betekenen, dit? Geeft vrolijkheid, nietwaar? Dat is wat, hè? Om in dagen zoals deze, met die toekomst, vrolijk te mogen zijn. Bij ogenblikken, toch kan het. Maar geen vrolijkheid die hier in het verstand geboren is. Maar een vrolijkheid des harten. Ik zal proberen duidelijk te maken. Het licht van Gods aangezicht. Dan wordt er van de Heer Jezus gezegd in Gods woord dat hij is het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid en heerlijkheid. En ik heb er net zo even een greep gedaan uit het leven van een kind des Heren. Hoe de Christus aan een ziel geopenbaard wordt. En iemand die aan je ziel is geopenbaard, die je dus door goddelijk geesteslicht met het oog des geloofs hebt mogen aanschouwen, goed opletten, al is het dat je nog niet kan zeggen met de bruid uit het Hooglied, hij is van mij en ik ben de zijne, omdat u moet inleven dat zien geen hebben is, maar toch ligt er in dat hart een liefde tot die borg. Niet waar? Want er staat zo, gij hebt eerst lief, gij hebt mij lief, omdat ik u eerst heb lief gehad. En in de openbaring van de Heer Jezus aan een in zichzelf verloren liggende ziel ligt zoveel goddelijke verbonds, liefde en trouw, dat je het niet op kan. Niet waar? Dat je het dus niet kan verwerken. En nou wordt daaruit dus een verlangen geboren om die geopenbaarde Christus te mogen bezitten. Daarom zegt de bruid, zet mij als een zegel op uw hart. En als een zegel op uw arm. Nou heb ik het dus over een levend bekommerde ziel. Anderzijds, in de verdere oefeningen des levens, kan ik zeggen dat dus waar die ondertrouw, plechtigheid in de ziel, in de vierschaar der conscientie is gevallen, is er ook een verlangen naar de wederkomst des Heren. Maar er ligt dus die gouden lijn door heel de kerk, een uitzien, een verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Nou even opletten. Nou kan door het ongeloof vanwege de stormen waarvan diezelfde David klaagt, waar uw golven, waar uw baren mijn benauwde ziel vervaren, want je hebt niet altijd in het geloof oog op dat Vader het roer in handen, hè? Want je bent altijd niet van je kind zijn bewust. Toch ligt er een diepe ondergrond in dit. Dat, luister eens. De Heere zegt, als je nou die tijden meemaakt, moet je niet licht overdenken, hoor. Het gaat over de ware kerk. Moet eens even nagaan. Als je dat nou ziet,
En dat, ja wat, de liefde van velen verkoelen, mensen tegen elkaar opstaan, en al voor de mens der zonde geopenbaard enzovoorts, dan weet je daar dat het einde nabij is. Weet je. Maar wat zegt de Heer er nog meer van? Hij zegt, maar gijlieden. Velen zullen blijven vragen, laat ons het goede doen, zie dat. Ik krijg nooit geen antwoord. Maar gijlieden, heeft uw hoofd omhoog. Die mogen in het licht van Gods aangezicht toch de naderende komst van de Heer Jezus zien. Nou opletten, heb ik gezegd. Nou kan het wezen dat door aanvechting en door ongeloof je hart dreigt te bezwijken. Bij ogenblikken zelfs vervuld is met angst. Niet waar? Over de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want Gods kind zou het niet onder de oordelen door, hoor. Ze maken ze net zo goed mee. Alleen ze maken ze niet alleen mee. De Heer is met ze. Dat is grote onderscheid tussen hun en de rest. Nou, dat tere dingetje, dat tere punt. Ik heb eens bij iemand aan het sterrenbed gezeten. En die man die had kennis aan een geopenbaarde Christus. Daar kon hij van getuigen. Maar toch toen sterven werd, zag hij er zo tegenop. Ja, want mijn schuld staat nog open. Ik heb geen borg voor mijn schuld. Ik kom zo aan de weet dat zien geen hebben is. De Heer heeft het waargemaakt, hoor. Dat hij bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. En dan doe ik met die ogenblikken, voel je je zo arm, hè? Ja. Zeggen ze dominee tegen je. Ik had liever dat ze het niet zeiden. Want je voel je zo arm. En dan zit je meestal zomaar te bedelen om wijsheid, om een woord te mogen spreken ter rechte tijd. En dat kregen we in die ogenblikken. En toen kregen we zo te zien hoe hij nou zijn liefde had verteld ten opzichte van een geopenbaarde Christus. Toen mochten we of moesten we zo vragen, ben jij bang van de Heer Jezus? Hij zei, ik niet. Want hij heeft voor mij aan het kruis gehangen. Dat heb ik toen geloofd. En het moet nog wel toegepast worden. Hij zei, maar ik nee. Ik zeg, nou, kan je dan bevreesd zijn om te moeten naar iemand waar je zoveel van houdt? En toen kreeg die man licht. En daar heeft de Heer, dat heeft de Heer willen gebruiken om daaruit door te werken. Maar ziet u nou wat nodig is om onbevreesd de toekomst tegemoet te gaan, de Heer Jezus te kennen? Dat is alles. Dat is het leven van het leven. En hij is het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid en heerlijkheid. En hoe meer nou dat licht, want hij is ook het licht der wereld, natuurlijk. En hoe meer nou dat licht van Gods aangezicht opgaat in ons leven. En ik zou zeggen, daar hebben we dan maar naar te staan. En dan blijven we dan helemaal alleen over. Dat geeft niks. Want straks komt de Heer Jezus op de wolken, op die grote witte troon. En vraag nou jezelf eens af, hoe sta ik dan tegenover die wederkomst? Want dan zal dat niet meer alleen het verheffen zijn van Gods aangezicht, maar de volle opgang van de zon der gerechtigheid. Want het zal dan eeuwig dag gaan worden. Hoe sta u daar tegenover? Ik zou willen vragen, met al de drang die in ons is, probeer dat nou eens voor het aangezicht des Heren neer te leggen. En dan ben u gelukkig als, en daar wil ik mee naar huis gaan, als je met Petrus je jasje los kan maken en zeg, Heren, kijk nou zelf maar naar binnen. U weet alle dingen. U weet ook dat ik je lief heb.
rust wat ik u bidden mag, niet eerder. Ah. Ach, Heere, wil u het dan zelf maar toepassen? Wil u zelf die vraag in ons hart werken? Of dat het u behagen mocht, het licht uw aanschijns, o Heere, over ons te verheffen. Ga met ons de onbekende toekomst in. Bewaar ons voor de zonde en een onvoorbereide dood, om uw grote naams wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 84, het zesde vers. Wij hopen zo de Heer wil en we leven over 14 dagen aan deze plaats wederom voor u voor te gaan. Want God de Heer zo goed, zo mild. En wat er verder volgt uit Psalm 84, het zesde vers. Uwe troost ons neer, drie-enige God, u zij al de eer. Amen.